Tegenover mij staat Kees Bakker. We zijn in de Westpunt Hoogvliet op de Tijnweg. Er vinden hier asfalteringswerkzaamheden plaats. En is dit de laatste fase of moet er nog meer gebeuren? Asfalt is dit de laatste fase. Vandaag gaan de fietspaden erop, de deklaag. Alleen we hebben nog wel wat straatwerk achteraan. Dus nog een week of 4, 5 en dan zit echt alles dicht. Dan zijn we helemaal klaar. Maar dit moet vandaag af? Ja, die gaat vandaag af. We beginnen zo meteen met de beleiding, met de thermo achter vandaan. Hopen we vandaag een mee te komen. En dan morgen het laatste stukje. Nog wat klopjes hier veranderen. Dan is dit allemaal klaar deze week. Ik heb het verkeer weer op morgen. Ik heb nog een vraagje. Was het lastig, moeilijk werk, veel overlast? Ja, het was best wel een lastig en moeilijk werk. Want gedurende het hele project, bijna een jaar lang, moesten de bewoners er altijd in en uit kunnen. Mensen moeten naar de winkels. Dus dan moet je tussen de bewoners, auto's, fietsers, noem maar op, moet je kunnen werken. En dat is inderdaad heel erg moeilijk. Dus ja, 2,5 kilometer riool, gas, water, elektra, alles moest vervangen worden. Ja, dat was best wel omvangrijk werk, laat ik het zo zeggen. 2 rioolstrengen, gescheiden. Ja, het is best groot ingrijpend werk geweest, dat klopt. Ja, en toen kwam de corona en toen mochten jullie niet meer naar binnen bij de mensen? Toen mocht, ja, wij wel, maar wij hoefden niet naar binnen. Maar net als Stedin en Evides, vervulker die bij ons het werk loopt, ja, die mochten niet meer huizen naar binnen. Dus heel veel stukken van het werk bleven openleggen, waardoor wij het weer niet verder konden. Dus dat is best wel lastig geweest. Heeft dat veel vertraging opgeleverd? Enkele weken, maar we hebben aardig op kunnen schalen, dus we zijn bijna weer op schema. Dus vallen we niet tegen. Nee. Mijn naam is Amit Binda, ik ben de DLP'er. Dat houdt in dat ik een deskundige leidinggevende op de projecten ben hier zo. Ik ben dan nu voor Lindeloof ingehuurd en ik zorg ervoor dat de saneringen op de juiste manier worden gedaan. We hebben te maken met verontreinigd grond. Dat zorgt ervoor dat je bepaalde maatregelen moet nemen, dat gebaseerd is op de Kroof hieronder. En ik hou daar toezicht op. We hebben behoorlijk wat verontreinigd grond hier dan aangetroffen. Ook alles is netjes gesaneerd en naar het depot geplaatst. Vanwege de COVID heeft het ervoor gezorgd dat we wat langer erover hebben gedaan. Sommige dingen zijn ook een beetje uitgesteld. Maar dat wordt wel weer uiteindelijk opgepakt. Dat komt allemaal wel weer goed. Alleen ja, zoals je ziet, de 1,5 meter afstand moeten we wel houden. En ik ben ervoor om te zorgen dat alles volgens de regels gaat. En dat we de juiste methodes toepassen.